motie over terrassen aangenomen. Wat wil D66 en uiteindelijk ook de Raad? Nou, we willen graag een maatschappelijke discussie starten over de vraag of de terrassen in de zomer bij mooi weer ook nog iets langer geopend kunnen blijven. Dus we hebben gevraagd om met bewoners, met wijkverenigingen, met horecaondernemers om de tafel te gaan om te zien of daar een verruiming mogelijk is. En dat zou kunnen leiden tot een pilot in het centrum van Leiden waarin er dus op mooie zomerdagen iets langer gerecreëerd kan worden op het terras. Iets langer, tot 1 uur 's nachts. We gaan even uit van de huidige situatie. Dat hangt er ook vanaf hoe hoog de temperatuur is. We moeten even kijken of het een half uur of een uur langer zou kunnen. Maar dat is afhankelijk van de pijlen die gestart worden. Dat is weer afhankelijk van de maatschappelijke discussie. Want vinden wij ook als D66 en ook als raad het van belang dat er een goed evenwicht, een hedendaags evenwicht wordt gevonden tussen enerzijds de belangen van de omwonenden, dat ze goed kunnen wonen. En anderzijds ook de bezoekers en de horecaondernemers. Dat ze terrassen kunnen openen. Betekent dit ook dat uit die pilot zou kunnen komen dat het misschien wel minder lang open gaat, het terras? In theorie wel, want we hebben als D66 gezegd dat de uitkomsten natuurlijk bij voorbaat niet vaststaan, dat het ons echt om discussie gaat. Maar wij hebben er op zich wel vertrouwen in, omdat wij juist heel veel signalen hadden ontvangen van horecaondernemers, maar ook van mensen die in de buurt wonen, dat er nog wel wat ruimte zou zijn om de terrassen in de zomer nog even iets langer open te houden. Terrasverwarming. U zegt, laten we daar eens goed naar kijken. Want dat is zo slecht voor het milieu? Ja, het is ons een dooi in het oog, die terrasverwarmers die maar 's avonds aanstaan. En is oorspronkelijk bedoeld voor rokers om een warm plekje te geven. Maar nu zien de horecaondernemers dat zich als een soort verlenging van het terrasseizoen. En die staan dus de hele avond aan. Ze staan de lucht te verwarmen. Wat wilt u? Nou, je kunt ze niet verbieden. Dat is onderzocht. Dus een horecaondernemer heeft het gewoon het recht om die aan te zetten. Maar wat wij willen is dat je daar kritisch naar kijkt. Hoe je dan toch het gebruik en het soort terrasverwarming kan veranderen. En daar toch een stap in te doen in het gebied van duurzaamheid. Alles om ervoor te zorgen dat ze wat duurzamer gebruikt worden. En niet tot midden in de nacht aan staan te branden. Ja, ja, dat is het enige wat we kunnen doen. Het liefst zouden wij eigenlijk zeggen, we gaan toe naar het afschaffen ervan. Want ja, winter is winter. En we willen ook niet naar een situatie dat je midden in de winter met een t-shirtje buiten kan zitten. Of hoogzomer zo nodig een schaatsbaan aanleggen omdat je zo nodig wil schaatsen. Nee.